Ik ben Martin van Engel, 32 jaar en ik werk bij Imagine IC als marketing- en communicatiemedewerker. Imagine IC is een stichting dat al 10 jaar bestaat en erfgoed van de toekomst verzamelt en presenteert. Imagine IC ziet jongerenculturen als een sneak preview van eigenlijk de samenleving. Dus wat er in jongerenculturen gebeurt, daar kunnen wij nu al heel veel van leren over hoe het morgen eruit ziet. Dus jongeren, dat is voor ons een hele belangrijke specifieke doelgroep. We werken ook veel mee samen en daar doen we ook veel projecten voor. We zitten in Amsterdam, maar we doen niet alleen projecten in Amsterdam. Integendeel, we werken ook samen met partijen in Rotterdam, Utrecht. We hebben zelfs onze exposities laten zien in Friesland. Dus wat dat betreft is Imagine IC in heel Nederland bezig. Wij zijn echt een voorloper op het gebied van erfgoed. We laten andere partijen zien hoe het zou kunnen. Niet hoe het moet, maar hoe het zou kunnen. En als voorloper heb je gewoon een belangrijke rol, omdat andere partijen jou ook zien als een voorloper. En dus ook bepaalde verwachtingen hebben van wat jij maakt. Dat het cool is, dat het waardevolle informatie heeft, dat het betekenisvol is. En op die manier heeft Imagine IC wel een belangrijke taak. We lopen voorop in de tijd. We produceren erfgoed van de toekomst en we verbeelden het. Dus we geven partijen ook de kans om van ons te leren en te laten zien wat Imagine IC allemaal doet.